Hoe zou het gaan zijn, denk je, in die gang? Nou, ik denk... Hoe zou zo'n... Onder een melkwit zonnetje zal deze prachtige dag... heeft haar majesteit de koningin een bezoek gebracht aan de Beukstraat. Met zijn dik 60.000 inwoners verdeelt over de Vogelwijk, het Regentesse Valkenboskwartier, de bomen, bloemen, heester en vruchtenbuurt, loopt in het stadsdeel Zegbroek het chique Haagse zand naadloos over in het bescheiden Haagse Veen. En weerspiegelt dit stadsdeel als geen ander de mentaliteit van onze stad. Een vleugje grandeur en voor de rest ingetogen burgerdom. In de 19e eeuw is de Beeklaan één groene oase van duinen, heggen en tuintjes. Daar is nu, anno 2021, helaas weinig meer van te zien. Alhoewel, als het aan een aantal bewoners ligt, komt al dat groen weer snel terug. Goedemorgen, harde werkers. Wat zijn jullie goed bezig, Babette? Ja. Babette, wat was nou het moment dat jij dacht, ik ga wat aan de Beeklaan doen, ik ga het een beetje opfleuren? Toen ik hier kwam wonen, toen was het er nog niet. En er gingen steeds jongens op de vensterbank zitten. Ja. En dat was voor mij een beetje vervelend. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met de vensterbank pakken. En inmiddels is het uitgegroeid tot een grote groene oase, hè? Het is nu enorm geworden, ja. Zeker. Hoe lang zijn jullie al bezig? 3 jaar geleden ben ik met pensioen gegaan. Ja. Toen dacht ik, ja. Ik moet iets gaan doen met groen. Ja. En toen kwam ik Babette en Dominique en nog een paar dames, Joke. Ja, dat is Dominique, hè? Ja. Dominique, kom eens even. Want jij staat ook aan de bakermat van bloeiende Beeklaan, hè? Ja, dat klopt. Ik ben gewoon in een gekke bui een keer 170 bloembollen uit gaan zetten. Dat doe je dan eigenlijk heel individueel. Ja. Je bent eigenlijk heel alleen in je gedachten. Oh, kijk nou eens, de buurvrouw. Hallo. Nee, ik heb ook een heel mooie plant voor de deur staan. Wat zegt u? Ik heb ook een mooie plant voor de deur staan. Ja, die heb ook zij neergezet. Die heeft zij ook neergezet. Ja, maar ik ben volgens mij alles hier ook de Beeklaan. Is dat ook een beetje de reden, Babette? Vind jij groen belangrijk in de wijk? Ja, zeker. Ja. En waarom? Omdat het er beter uitziet, het geeft schaduw, het regenwater loopt weg en je ziet dat de wijk verzorgd wordt. Dus, ja, ja. En we hebben een hele bijensnelweg gehad. Van de zomer hebben we gewoon echt bijen, echt? Die gewoon van geveltuintje naar geveltuintje de hele Beeklaan, Beeklaan afgaan. En dus, het is heel belangrijk, jullie werk wordt onwijs gewaardeerd, want kijk eens hier. Er staat bij jou gewoon een gulden klinker voor de deur. Ja, zeker. Dat is onze verdienste. Ja. Hey, maar inmiddels heb ik begrepen dat jullie pionierswerk is overgenomen. Tenminste, dat het wat groter is geworden. Hè? Ja, klopt. Want we waren met vrij weinig en het was best wel veel werk. Ja. Dus op een gegeven moment zijn we weer de deuren langs gegaan om nieuwe vrijwilligers te zoeken. En toen zijn we op de Geinstraat gekomen. Toen werden ze bij de Geinstraat ook wakker? Ja. Dan ga ik even kijken hoe het is in de Geinstraat. We staan hier in de Geinstraat, hè? We staan nu in de Geinstraat. Onder de rook van de Beeklaan. Klopt, ja. Een klein stukje van de straat. Maar de meeste mensen kennen hier elkaar bij de voornaam, zoals het hoort. We gaan samen planten water geven, planten. Dat is echt heel leuk. Dus als ik het goed begrijp, is het er niet alleen maar het opfleuren van de wijk. Maar heeft het ook een sociale functie, het planten van de plantjes? Zeker weten. Dat is, dat vind ik eigenlijk net zo belangrijk voor de buurt. We hebben dus een ronde gedaan wie bijvoorbeeld een boom wil hebben hier. Ook al kost het dus een parkeerplaats. En elke autobezitter heeft daarvoor getekend. Die petitie hebben we aan de gemeente gegeven. Ja. En de gemeente heeft daarop ons toestemming gegeven om hier bomen te planten. We hebben zelf bomen uitgekozen en zelf de plekken mogen verzinnen. Toen hebben we eigenlijk voor 5 bomen gekozen. We dachten dat is veel te veel, maar ze hebben het toegestaan. En nu staan ze hier. Ja, goed bezig man. En we hebben nog een vertegenwoordiger van regentessepark.nl. Zeno komt erbij. In principe hebben we nu het hele gezelschap compleet, Zeno. Jullie zijn zo ver gegaan dat het een stichting is geworden. Ja, we zijn een stichting in oprichting. Het gaat om een vrij groot stuk natuurlijk, een Regentesselaan tussen Regentesseplein en Loosdijkseweg. En we hebben met de gemeente gesproken over onze plannen. En die willen graag een serieuze partner. Dus daar, En kan jij mij een tipje van de sluier
opgeven van de plannen? Nou ja, het idee is om de laan verder te vergroenen eigenlijk. Ja. Het een mooie middenberm zit wel vol met auto's en fietsen. Maar goed, dat is ons uitgangspunt. Daar moeten we mee doen. En alles wat er aan groen bestaat, willen we verder van kwaliteit voorzien. Dus meer groene planten, hogere boompjes, dat soort dingen. En zo langzamerhand willen we eigenlijk in kleine stapjes de laan een mooi gebied maken. Het middenstuk in ieder geval. Wanneer is voor jou, Sebastian, het plan allemaal geslaagd? Wanneer het plan geslaagd is? Wanneer kan je op je lauren gaan rusten en genieten van jouw viooltjes met een tuinstoel? Ik denk als voor elk huis hier een geveltuintje is. Als de boomspiegels mooie planten hebben gekregen. En, dat is eigenlijk het grotere doel, uiteindelijk regentessenlaan. Dat we daar echt een regentessenpark van hebben kunnen maken. Ja, ja. Ja, dat is het grootste doel. Wat de meeste mensen niet weten is dat onze nationale hulp Sinterklaas niet in zijn paleis in Madrid verblijft. Nee, die woont gewoon gezellig in Zegbroek. En dat is nog niet alles. Deze trots van Zegbroek behoort al jarenlang tot het crème de la crème van het vaderlandse acteursgilde. Niet alleen in het theater, ook op tv en in de bioscoop schittert dit inmiddels gelauwerde Haagse fenomeen. Maar nu speelt hij geen rol en is hij gewoon zichzelf. Stefan de Wallen uit Zegbroek. Hey Stefan, hoe is het met je? Ja, goed, ik sta hier lekker een visje uit. Een favoriet plekje voor jou, hè? Ja, favoriet plekje hier. Zegbroek. Ja. Hoe is de Zegbroek? Ja, ik vind het een heerlijk wijkje. Ik ben in het Westerijnenziekenhuis geboren. En heb ik tot mijn zevende jaar heb ik in deze wijk gewoond. Toen gingen mijn ouders naar Twello verhuizen. Maar toch weer terug. En toen ging ik vanuit Rotterdam zoeken naar een huis in Den Haag. En toen kwam ik hier een huisje tegen vlakbij waar ik heel erg tevreden mee was. En dat is echt op een steenworp afstand van de Berberistraat, waar ik als kind dus heb rondgehuurd. Ja, dat bedoel ik. Want hoe was het hier als kleine jongen in Zegbroek? Nou ja, heel leuk. Er is hier een speeltuintje waar ik vroeger als kind speelde. Dat speeltuintje, dat is er nog. Kunnen we misschien straks even gaan kijken. Laten we dat even doen. We gaan eerst eventjes... Maar ik ga niet in de ringen of zo. Nee. Ook geen vogelnestje. Nee, geen vogelnestje. Ja. Maar we gaan eerst even zorgen voor de inwendige mens. Zullen we even een klein ondeugend haringje doen? Ja. Lekker, hè? Heerlijk. Ja. Kijk uit, ze bellen met zo'n diepte. Oh ja, nou, dat is wel bijzonder, Stefan, dat het op hetzelfde plekje nog gewoon... Ik kan me echt nog herinneren dat die schommels daar inderdaad daar stonden. En er was daar een glijbaan. Nou, er zit dan nu zo'n ingewikkelde ding. Ja, het gaat met de tijd mee, maar de plek is gewoon hetzelfde. De plek is helemaal hetzelfde. Die bankjes daarachter, daar zat mijn moeder dan op ons te passen en een beetje te lullen met andere dames, beroemde dames uit de buurt. En met Yvonne Kulster, die zat hier ook al met de kinderen. Vertelt mijn moeder. Is dat een leuke plekje? Ja, dit was, nou ja, het is natuurlijk hartstikke lekker. En daar heb ik nog een soort van gekrabbeld op de schaats. En mijn kinderen, mijn zoons, die zijn hier natuurlijk ook opgegroeid, die hebben hier ook gespeeld. Wat maakt deze wijk voor jou nou zo bijzonder? Nou, ik vind het een hele prettige woonwijk ook echt. En heel gezellig met die Varenheidstraat. Dat is dan mijn straatje. Maar ik vind ook het gedeelte daarachter bij de Weimarstraat vind ik ook heel gezellig. Ja. Met al die verschillende culturen die daar ondernemingen hebben. En dus daar ga ik ook regelmatig heen. Daar fiets ik ook regelmatig doorheen als ik van mijn werk kom. Van de Schouwburg. En het heeft een heel gemoedelijke karakter eigenlijk. Ik had aan jou gevraagd, heb je nog een bijzonder plekje in gedachten voor ons? Ja, zeker. Nou, wat ik zo leuk vind is dat hier in Zegbroek de eerste commerciële radio-uitzending ter wereld heeft plaatsgevonden. Zijn die vol trots? Ja. Ja. En dat was door een Fries, want ik heb Friese roots van mijn vaders kant, De Wallen. Ik kom uit, de familie De Wallen komt uit Verward, bij de Wadde. Dus ik denk ook dat daar een beetje zo'n rare verbastering is geweest. En deze meneer, Hans Itzerda, Hanzo. Die komt niet uit Verward, maar wel in ieder geval heeft zijn roots ook in Friesland liggen. En die heeft hier in de Beukstraat die eerste radio-uitzending georganiseerd. Wat is dat toch met die mensen uit Friesland die naar Zegbroek komen? Ik weet niet. Dat een bepaalde creatieve aantrekkingskracht. Dat is ook best wel een bijzonder mannetje, hè? De goede man is er niet meer. Nee. Maar waaruit het allemaal gebeurde, het pand in de Beukstraat, dan wel. Dat bestaat nog steeds. Er staat ook een plaquette op. Ja. En hij is een van de... Ja,
niet alleen een pionier, maar ook een van de inspiratoren voor radiomakers. Ja. En volgens mij ook in Engeland heeft de BBC op een gegeven moment heeft daar een beetje zijn inspiratie uitgehaald. Of tenminste de oprichter van de BBC, om de BBC op te richten. Dus als ik het goed begrijp, vertel jij mij nou dat eigenlijk met een beetje fantasie de BBC is ontstaan in de Beukstraat. In de Beukstraat, ja. Dus volgens mij is het Beukstraat Broadcasting Company. Dat is het gewoon. Ja, dat is het geworden. Zullen we even gaan kijken? Laten we dat kijken. Is ook wel heel bijzonder. Ja, leuk. Kom op. Ja, hier, november 1990. Daar heeft hij die eerste uitzending verzorgd. Het verhaal had hij boven zijn studio hing dan het bordje: brand het licht, dan koppen dicht. Ja, ja, want dat was het natuurlijk het uitzenden. Hoe zou het gegaan zijn, denk je, Nick? Nou, ik denk. Hoe zou zo'n uitzending. Onder een melkwit zonnetje zal deze prachtige dag. Heeft Hare Majesteit de Koningin een bezoek gebracht aan de Beukstraat. Zoiets. Zoiets. Denk ik, ja. Iets hoger zo. Weet je, dat polygoon-journaalstemmetje, ja. En moet je dat voor de eerste keer dat je dat dan gaat doen, dat je je stem laat horen aan tot ik weet niet hoe ver weg, want dat is een hele sterke zender schijnt het geweest. Ja. In Engeland konden ze het horen. Ja, ja. Konden ze hem horen praten. Dat maakt de stad wel heel bijzonder, hè? Ja, toch? Vind ik ineens. Ja, grappig. Nou ja, onder andere. Er zijn zoveel bijzondere dingen hier. Ja, maar goed, dat je toch kan zeggen, ja. Jongens, ik woon in Zegbroek. Ik woon in Zegbroek. En denk erom. Ja, hier heeft de eerste de commerciële radio-uitzending plaatsgevonden ter wereld. Ja, zo. Dat, mooi, hè? Ja, mooi, ja. Ja, ja. We hebben allemaal wel eens gehoord van de Filmacademie, de Toneelacademie en de Spinazieacademie. Maar dat er ook een Vruchtenacademie bestaat, dat heb ik nooit geweten. Dus de hoogste tijd om eens nader kennis te maken. Hallo Esther. Hi Fred. Nou, fijn dat we even bij jou langs mogen komen. Ja, mag ik even zitten? Ja, de Vruchtenacademie. Yeah. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. De Vruchtenacademie is ontstaan door coronatijd. En we hebben verzonnen dat we activiteiten door bewoners van de Vruchtenbuurt voor bewoners van de Vruchtenbuurt wilden organiseren. Dus je hebt in principe van de nood een deugd gemaakt? Ja, ja, precies. In het begin mochten we nog wel met kleine groepjes hier zitten. Dus hebben we nog iets van toneelworkshopjes gedaan. Ja. En nu is het echt alleen maar online. En buiten, uiteraard. Ja, is dat ook onderdeel om contact te houden met de wijkbewoners? Contact te houden met de wijkbewoners. Ja. En we wilden ook echt de wijkbewoners iets leuks kunnen bieden in deze rare tijd. Ja, ja. En hoe lang zijn jullie al bezig met die Vruchtenacademie? Met de Vruchtenacademie zijn we echt begin maart gestart. Dus toen de corona. Ja, dus heel pril eigenlijk. Heel pril. Er is nog niemand afgestudeerd. Nee. Hoewel, dat is niet waar wat ik nou zeg. Want een van jullie projecten is een wandeling door de Vruchtenbuurt. Ja. En daar hebben jullie een officiële gids voor, hè? Ja. Een dame, een lieve dame, die alles weet over de Vruchtenbuurt. Maar echt alles, hè? Ja. Nee, dat is echt ontzettend leuk ontvangen, die wandeling. Mooi. En het toeval wil ja. Dat deze wandeling vandaag speciaal voor mij ook op het programma is gezet. Speciaal voor jou, ja. Dus ik ga naar buiten, ik ga kennis maken met onze gids. Nou, als dat Jacqueline is. Dag, hi Jacqueline. Hallo. Nou, dat wordt een gezellige boel volgens mij. Jazeker. Want jij gaat mij meenemen op een verrassingstochtje door de Vruchtenbuurt, hè? Inderdaad. Ja. Waar gaan we als eerste naartoe? We gaan zo door de Meloenstraat naar de enige kerk die de Vruchtenbuurt rijk is. Nou, we staan nu bij de kerk. Ja. Alleen is het sinds 2017 geen kerk meer. De christelijk gereformeerde gemeente die erin zat, is er toen uitgetrokken. Toen heeft de kerk een hele tijd te koop gestaan. Dat was heel spannend. Ja. Het is geen monument, dus iedereen dacht, als dat maar goed gaat. En gelukkig is er een echtpaar geweest, die hebben het gekocht. Okay. En er zit nu horeca in. Oh, wat mooi. Maar hij is er nog gelukkig. Hij is er nog, ja. En waar ik nou benieuwd naar ben, kan je bogen op een rijke geschiedenis in de Vruchtenbuurt? Ja, er is veel gebeurd. Het is zo rond 23 begonnen. Want je moet je realiseren, we staan hier op wat ooit Loosduinse grond was. Ja. In 1923 is... We hebben het nu over Stad Zegbroek. Oh ja, dat is waar. Ja, ja. maar goed, toen is het Den Haag geworden. En Den Haag had de ruimte hard nodig en is gaan bouwen. Ja. En dat heeft tot deze prachtige buurt geleid. Ja.
Nou, Jacqueline, het zal echt aan mij liggen, maar ik ken dit fenomeen helemaal niet. Ik vind het wel heel bijzonder. Want dit zijn ze, hè? Ja, en wat zijn nou ze? Ze zijn stolpersteinen. Ja. Dat is een Duits woord en stolperen, dat is struikelen. Dus in het Nederlands zou je dit een struikelsteen moeten noemen. Het is wel een hele mooie, vind ik, manier om mensen in herinnering te houden die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Symbolisch betekent dat je toch even stilstaat bij wat hier zich afgespeeld heeft in de Tweede Wereldoorlog. Ja, klopt. En hadden deze mensen bijvoorbeeld ook een band met deze wijk? Sterker nog, ze woonden hier in dit pand. Oh, ze woonden hier? Ja. Bizar is dat toch, zeg. Ik ben geboren en getogen in Den Haag, maar ik ken dit gewoon niet. Nou, dit is heel toepasselijk en vrolijk, hè? Een fruitplant. Ja, zeker. In de vruchtenbuurt. Ja, ja, ja. Heel veel zogeheten Travo-huisjes in Den Haag zijn beschilderd. En het ontwerp is gemaakt door de kunstenaars, de street art kunstenaars, in overleg met de mensen hier in de buurt. Ja. Oh, dit is een heel ander plaatje. Hier zien we dus de blonde schone, de godin Pomona, de godin van het fruit. En het is wel een dame van het goede leven, hè? Ja, dat ziet er wel uit. Ja, met lekkere cocktailtjes, zie ik. En ze straalt ook gezelligheid uit. Nou, dit is een hele mooie feestelijke afsluiting van de wandeling. Zeker. Vrolijke Pomona. Ja. En een bevlogen gids. Dank je. Wat wil een mens nog meer? En de zon. Ook dat. Als je het nou hebt over een echte icoon van Zegbroek, dan is dat wel Haag Atletiek. Met zijn dik 1800 leden is het een van de grootste sportverenigingen van Den Haag. En bovendien een kweekvijver van internationale en nationale toppers. Karel, hoe gaat het hier bij Haag Atletiek? Ja, op dit moment door corona natuurlijk een hele andere situatie op dit moment bij de vereniging. Ja, dat is eventjes niet anders. Een rare situatie, vind je? Ja, dat is heel vreemd. Ja. Je ziet mensen op dit moment ook gewoon minder die je anders 2-3 keer in de week hier bij de club tegenkomt. Die contacten die zijn op dit moment eventjes wat minder. Karel, laten we niet vergeten dat jullie een van de grootste sportverenigingen van Den Haag zijn. Hè? Want hoeveel leden heb je nou? Jazeker. Nou, dat is zeg maar gedurende het jaar loopt dat wel op tot zo'n 1800 leden. Kijk, dat bedoel ik. Maar daarnaast doen jullie nog heel veel andere dingen, hè, dan alleen maar atletiek. Jullie zijn flink maatschappelijk betrokken, dat bedoel ik. Jullie doen ook dingen met visueel gehandicapten bijvoorbeeld? Ja. Een aantal jaren geleden ben ik met Harry van Geffen in contact gekomen. Die zocht een plek van waaruit ze konden gaan trainen. Ja. En ze zochten een locatie. En zo zijn ze hier terechtgekomen. Henry, dit is een initiatief van Running Blind. Wat is Running Blind precies? Kan je dat uitleggen? Running Blind is in principe een stichting die is ontstaan in Rotterdam. En Den Haag is de tweede afdeling van Running Blind Nederland geworden. En wij proberen mensen met een visuele beperking aan sporten, aan bewegen te krijgen. Ja. Hoe is het met de aanwas? Met de hardlopers gaat het ontzettend goed. De buddies gaat vooral heel erg goed. Ja, bij de wandelaars blijft het nog een beetje achter. Maar goed, we zijn pas 3 jaar bezig, dus het moet groeien. Ja. Ja. Hoe vaak loop je, Thelma? Nou, ik loop minimaal 3 keer per week. En hoeveel kilometers moet ik dan denken in totaal? Nou, tussen de 5 en 8 of 9. We staan hier nu al een tijdje. Het is behoorlijk koud. Mag ik even een stukje met je meelopen, Thelma? Ja hoor. Ja, kom op, Henry. Ja, we gaan. In de benen. Wil je hardlopen of wil je wandelen? Nou, laten we eerst maar wandelen. Henry, hoe belangrijk is het dat Haag Atletiek dan jullie faciliteert, zeg maar, in de vorm van deze... Nou, dat is heel belangrijk, zeker omdat we groeiende zijn. In het begin stonden ze heel sceptisch tegenover, want ja, wat ga je doen als grote vereniging binnen Den Haag met mensen met een beperking? Nou hebben we dus uitgelegd van, joh, jullie hoeven niks te doen, alleen maar te faciliteren. Wij zorgen voor de mensen, we zorgen voor de vrijwilligers en dan komt het vanzelf. Ja, leuk zeg. En sinds vorig jaar zijn we onderdeel van Haag Atletiek geworden. Ja, en daarom wandelen we nou hier, hè? En nu wandelen we daarom hier, juist. Ja, normaal doen we het in de duinen of op het strand. Ja. Ja, ik loop even naar Marcel nog. Ja, is prima. Mag ik jullie even onderbreken in de wandeling? Jazeker. Marcel? Ja? Waarom ben jij in godsnaam gaan wandelen? Oh, heerlijk. Ja? Heerlijk. Je kop leeglopen. 3 keer in de week doe ik dit. Hoeveel kilometer loop je ongeveer per week? Gemiddeld 20. 20? Ja. Maar jij bent visueel gehandicapt? Ja. Dat doe je natuurlijk altijd met een begeleider, een buddy. Met mijn buddy, met Fred, sorry. Ja. Hi Fred. Hey, hallo.
Ja, waarom word je buddy? Ja, waarom word je buddy? Het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Ze zijn zo dankbaar dat je het doet. Leuk en, man. Hoe gaat het in zijn werk? Want jullie lopen nu op de atletiekbaan. Ja, ja. Maar je loopt niet alleen maar op de atletiekbaan. Nee, we gaan ook heel vaak de duinen in. Maar jij moet op een bepaalde manier wel aangeven dat er obstakels zijn. Ja, natuurlijk. Maar hoe geeft Fred dat aan jou door, Marcel? Ja, dat zegt hij. Over een paar meter komt er een stoeprandje, let op. Dan gaat hij al wat langzamer lopen. Ja. Ik heb ook mijn geleidestok bij me. En als er dan een stoepje is, dan tik ik hem even aan en maak ik die stap ja, ja. tegen. Ja. Maar hoe ervaar je dat nou als je buiten wandelt? Want jij ziet het dus bij helemaal niet. Ik zie alleen maar contrast, witte lijnen. Als je nou een lekker ding, dat zie jij natuurlijk niet. Nee, maar dat geeft hij wel aan. Oh, dat zegt hij wel. Dan zegt hij, Marcel, er komt wat aan. Oh. Nou, dan vertelt hij wel hoe het eruit ziet. Ja, zo hou ik het ook wel 5 kilometer vol.